Of nu? Nee, moet je opvallen. Nee, maar dan weet jullie dus. Morgen ga ik je opnieuw vragen voor die shirt. Ja, is het niet gezien? Je bent op die shirt van Cies. Je vriend. Ik denk dat niet met die nieuwe buis. Ik heb heel erg van iets gemaakt. Onderzoek van. Ja, poesje. Kijk jij voor die Jos ziet, jong, die niet weg gaat. Waar? Ik ben ook bang. Elke zaterdag. Elke zaterdag worden geknipt hier in onze winkel Oslo. Door onze favoriete knipper, Rachel. Rachel, groet de camera nou. Hé, maar iets zeggen dan, niet om te kijken. Kom. Hij is wel een beetje verlegen, maar hij heeft wel jongens als Babel onder zijn handen gehad. Kenneth van Meer, die keeper van Ajax, kom af en toe. Is nu een beetje lang, Kemi Augustin. Anna Sutje komt straks langs op om te laten knippen. Dus. Hij is onze favoriete knipper. Kijk, kapper. Dankjewel. Elke zaterdag is die hier, rond 3 uur. De enige wat hij niet kan knippen, ja, is blanke haar. Hij kan dat wel, maar hij durft gewoon niet. Of niet, Humf? Ja, niet goed. Humf? Oké, genoeg. Kijk, Humf is aan het verkopen. Humf moet je filmen, die is aan het verkopen. Humf, ja, joh. Hij kan toch blanke haar knippen, maar hij durft gewoon niet, toch? Nee, durf je niet. Kijk, bij jou kan niet veel fout gaan, snap je? Je hebt de kapsel. Hij blijft zo. Dus, nee, dat bedoel ik niet. De kapsel van hem is sowieso al dubieus. Dan... Oh, zo, hij blijft niet mooi. Ik blijf altijd mooi. Is dat nog schaam? Maar je zegt Arno Soutine, maar toch hij heet Jun A. Ja, maakt niet uit, Arno. Oké, maar ze is nu ook op tv. Ze noemen hem Jun A, ja, maar ja. Hij is Arno Jun. En ik hoop nog zijn broertje, Jun B. Ja. 17. Boris, ja. Boris is zijn kleine broeder. En wat denk jij van morgen, Ritje? Hoop dat jullie winnen. En anders minimaal een gelijk spel. We verliezen niet. Nee, sowieso niet. Jullie hebben bewezen dat jullie ze aan kunnen. Dus, Kijk, die speelt steviger. Moet toch. Ook in de hart heeft hij nog een keer een extra bestek. Kijk, dat is een echte voor popster. Die moet je vinden. Die wijk. Is er nog plaats voor andere mensen die hier geknipt mogen worden? Ja, zeker. Hier mag alles bijna. Het is er ook een vaste tijd? Ja, elke zaterdag 3 uur probeer je hier te zijn. Jammer. Door de week zit hij in Eindhoven. Maar hij speelt ook voetbal zelf. Ik heb hem beloofd dat één keer als wij op een zaterdag... Ja! Tegen Vitesse spelen wij op een vrijdag, hè, Richie? Mm-hmm. Dus zaterdag trainen, zondag zijn we vrij. Zondag heb ik tijd om te komen kijken. Zal ik ook een vriend meenemen, joh? Sport. Dus ja, dat is toch hetzelfde. Ik heb wel tot nu toe niet gereageerd op de troosten van het zuiden mensen, maar dat komt wel. Ik heb weinig tijd gehad, maar ik heb wel beloofd dat ik zal wel alle uitnodigingen, alle commentaren zal antwoorden. Dus jullie mag gewoon rustig bij mijn site gewoon wat eens vragen en berichten sturen, alles. Zal hun vriend mij proberen alles te beantwoorden als wij kan. En in onze winkel nu hebben wij uitverkoopt, dus alles voor tientjes, 15 euro, 20. Dus iedereen zijn welkom. Staat op YouTube.